We zijn vandaag de gast in Renswoude. Achter mij begint. Politiek, politiek, politiek. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Take 6. We zijn vandaag de gast in Renswoude. Achter mij bevindt zich het gemeentehuis. 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 Pittoreske gemeentehuis. Take 18. We zijn vandaag de gast in Renswoude. Achter mij bevindt zich het gemeentehuis. Er is iets aan de hand. Het schijnt dat er achterstallig onderhoud is. Te klein. Ik weet het allemaal niet. We gaan het vandaag even vragen aan de mensen hier. Ja, ze willen het verbouwen of verhuizen, weet ik veel. Waarom? Ik zou het niet weten. Oh, daar bemoei ik me echt helemaal niet mee. Nou, ik vind als die mensen denken dat er een nieuw gemeentehuis moet komen, vind ik dat prima. Het is inderdaad verouderd. En ik snap ook dat mensen eraan gehecht zijn. Maar soms moeten dingen gewoon veranderen. Nou, dus met het huidige gemeentehuis niks mis. Alleen het moet opgeknapt worden. Wat is er mis met het gemeentehuis in Renswoude? Niks. Helemaal niks mee. Hou zo. Moet denk aan een moderne eisen voldoen? Ja, het is mooi zat. Ik vind het onzin om dat nu gaan te veranderen eigenlijk. Wat mij betreft hebben ze daar zelf een keuze over en ik weet niet wat de beste is. Ja, ik vind dat het oude gemeentehuis moet blijven. Kom maar niet rennen! Niet rennen!